Goedendag. Goedendag. We komen voor de kleerkas. Ach, nou geweldig toch. Kom binnen. Hoe zien we te gast? Jazeker. Mijn naam is Ronald Gossio. En we zien hem een Riekold. Ik ben in de Maastricht naar hoe normaal een Ami. Maar ben nu met mijn vriendin Danielle een Riekold. Kom binnen. Ronald, die is eigenlijk in de prins zichzelf in de hoed geroken, of niet? Klopt, ja. Is dat? Want die hebben ze in de act met de adjudant. Ja. In Maastricht. Ja. Vertel eens wat over. Ja, ik woog hier een prins zien van een klein dorpje. En die denkt dat het geweldig is, maar eigenlijk helemaal niks is. En ik woog hier een beige prins zien. Dus ik heb me van alles bedacht. En toen kwam er uiteindelijk bij Klein Terneijen uit. Dat is een heel klein geheugen achter mijn streek. Spreken ze Frans, dus dat vond ik al heel erg chic. En Klein Terneijen, dat is dat zien drie hoezer en een sluis. Nou ja, wie wil daar prins van zien? Dus dat was voor mij een perfecte locatie om daar de prins van te worden eigenlijk. En ik heb ze nog heel serieus aangepakt, hè? Jazeker. Ik bedoel, dat is niet zomaar, hè. Ik heb daar bepaalde gedachten bij gehad. Ik ben in 1999 ermee begonnen, toen was ik nog alleen. En in 2005, toen dacht ik van, ja, de lui vinden het toch wel erg leuk. Hè? Ik wil eigenlijk meer ermee gaan doen, hè. Ik had me zo hier op de prins gaan staan. En van het Klein Terneijen. Maar toen dacht ik, och, dat is wel een heel leuke act. En toen dacht ik van, dat moet Mia worden. En toen heb ik gedacht van, een prins heeft een prinsenwagen nodig en een adjudant. En dan zie ik erachter een pak liggen. Dat is het pak van Prins Gaston. Dat is Prins van Gaston, ja. Ja, zeker. Ja. Wat is het verhaal van het pak eigenlijk? Dat is een oud pak, zo te zien. Ja, dat is een heel oud pak. En dat heb ik in 2005 heb ik dat gekregen. Van iemand in de buurt van Sint-Odiliënberg. Ik had een advertentie gezet dat ik op zoek was naar een oud prinsenpak. Ik had een prinsenwagen, ik had mijn adjudant en toen dacht ik, nu is het tijd voor een heel chic pak. En door middel van de advertentie kwam ik in de buurt van Sint-Odiliënberg terecht. Mijn toenmalige adjudant, Ronald, is dat gewoon horen. En wie deed dat pak zag, want die kost toen niet in dag, zag je, ja, dit is een fantastisch pak. En toen zei ze, ik zal dit pak metgeven. Er zit een verhaal aan vast, een heel apart verhaal. Dit pak is geweest van mijn zoon en deze 2000 is hij prins geweest in Sint-Odiliënberg. Maar is in dat jaar is hij verongeluk. En ik heb dat pak niets weg kunnen doen, het antiek prinsenpak. En u zag de advertenties staan en u dacht bij mijn eigen van, dit is het moment om het pak weg te doen. En waarom deed ze het weg? Omdat een Ronald vroeg het pak. En mijn zoon had ook Ronald. En dit is het prinsenpak die Ronald altijd had gehad op zolder van een carnavalsvereniging in Sint-Odiliënberg. Nou, wie je me hebt benaderd over een programma, over een prachtig apart pak, toen... Ja, ben ik eigenlijk eens gaan zoeken. Ik denk, goh, misschien vind ik toch gaat meer informatie over dit pak. Toen zien we gaan zoeken naar de vastelavondsvereniging in Sint-Odiliënberg. En ik kwam bij de berggeiten uit. En vanaf bij de berggeiten op hun site, prachtige site, ging ik naar de Aardprinsen kijken. En wat gebeurde toen? Ik stond gans voor popzak, dat is me streeks perplex. Ik kreeg je vrouwen, dat is rillingen op zijn bestreek, chauffeur, kaart en warm tegelijk. Wat zag ik namelijk? Dat dit pak in 1954 gebruikt is door prins Ton de Eerste van de Berggeiten. Ik zag mijn eigen pak en dat betekende eens dat het 70 jaar oud was. Ik wist niet wat ik zag. Dat heeft dus 18 jaar geduurd, heb ik niets geweten, de echte oorsprong van dit pak. Ja, 2 jaar later is het nog een keer gebruikt geworden door prins Julf de Eerste in 56. En ik zie dat het in 57 nog een keer is gedragen door, hij is er, prins Joden Eerste. Die heet me pak al aan, dus ik stond helemaal voor popzak. Oet Klein Terneijen komen ieder jaar prins Gaston en zien de lampen. Van de sluis
ze richting een schoenstad. Oh la la la, c'est magnifique. Je gaat als laatste de Moment Supreme, je gaat de prinsenmuts op. Dan ben ik zo wie klaar. Je ziet wel niet de knapste prins, hè? Nee. Dat is dan niet de bedoeling eigenlijk, hè? Dat was ochtend de bedoeling van mij. Je wil eigenlijk in een prins zien die denkt dat hij geweldig is, maar is eigenlijk helemaal niks. Want ja, dit is geen uitstraling, hè? Sigaretje erbij. Sigaretje erbij. Hoe staat de wagen? De wagen staat in Bulzen. Kennen we deze een? Daar gaan we nu naartoe. We gaan de Belgen op. Ja, de Belgische prins is in de prinsenwagen. Le Wagel du Prince, heb eens op, hè? Ik heb geen prinsenwagen, maar de Wagel du Prince. Deze staat in Bulzen. Ik denk dat prins Ton de Eerste, prins Jolf de Eerste en prins Jo de Eerste van de Bergheiten heel erg goed zullen zien dat het pak van hun uit de jaren 50 gebruikt is gebleven en op een nieuw schoen verantwoorde meneer Vaslaven viel. Wie gaat schoens van prins Gaston en adjudant Lambert? Zo. Bonjour, monsieur. We zien nu in Bilzen en van gewoon nu nou, met een trouwe adjudant, met een goeie adjudant Lambert en naar de Wagel du Prince kijken. Oké, merci. Oh la la la. Hey, bonjour, mon prince. Bonjour, mon adjudant. Come on. C'est un rendez-vous magnifique, ah, weer. Oui, 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 toujours, c'est très bien. Mon ami. Oui, oui. Pour l'intérieur. Oui. Okay, c'est magnifique. Santé Gaston en adjudant Lambert. Oh la la la. À l'extérieur maintenant, hè? Oui, c'est bon. Ja. Wat moet er gaan gebeuren? C'est la plaquette. Hoppa. Ici. Oui. En avant. En avant. Vertel eens, wat is het precies van de wagen? De Wagen du Prince. Ik denk, het is de kleinste prinsenwagen van tout Limburg. En volledig geautomatiseerd. Is elektrisch. Oui, oui. Maar j'ai in iedere milieuzone firma gekomen. Ja. Dat is een normale verordelijke muziek, hein, avec le titre, le speakers, hein? De boksen. Ja, Maastricht, de Maastrichtse vastlavensmuziek, hè? Da- oui. C'est l'escalier, hè? Oui. Dans le wagen. Oui. De kind stond in de wagen. Maar de kind zag zitten. Ja, dat kind ook. Maar toujours, je maak une joyeuse entrée. Nous avons een klein trapje. Oui. En een trein. Regarde. Monsieur le camarade, ici, c'est un trapje. C'est très dangereux, à ce trapje dan ik voir, hein. Dus nous voir dessous. Ah, c'est un bon accident, hein. Oui, oui, oui. Regarde, là maintenant. So. Et maintenant, toujours, je pune de grond, hein. Vive Maastricht! En vive le Maastrichtse vastelavond! Hip hip! Ho! Hip hip hip! Ho! Hip hip hip! Ho! Wat zien we daar eigenlijk? Nou, we hebben een eigen hoesorde. We hebben de frietmedaille. En dat is de groene normale standaardfriet. Daar beginnen we met. Geef ze het trapje hoger, dan krijgen ze dezelfde frietmedaille met het tuik. Ja? Dat is nog een hoger medaille. En dan krijgen ze de frietmedaille met een koude kettelke. En dan de allerhoogste eigenlijk die we hebben. Ja, maar dat is bij de categorie paus. De paus, André Rieu, president Biden. Die krijgt dan de gouden frietmedaille. Voilà, hoezo. Hij houdt zich voor zo'n medaille te krijgen, de luie Maastricht. C'est Manneke Pis de Bruxelles, hein? Il Pis Geneve. Hein? Manneke Pis met Geneve? Met Geneve, de grote drank van Carnaval de Maastricht. Hein? Oui. En die duidt het ook echt? Ja, oui, 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 c'est pas de problème. Hein? C'est le frigidaire ici. Bien. Au revoir. Een Eelske de Maastricht. Woehoe. Merci. Pour le prince. Ah, oui, hè. Een lekker Eelske, je hebt er altijd in, hè.
Hier. Een grande saté. Bedankt voor de uitleg. Okay, een fijne vastelovend. Okay. En wat drinken voor op Prins Ronald en Niels van den Berg heet. Dankzij hem is dit pakter. Allee. Oké, okay, ja. Santé. Santé.